komend weekend dan gaan we de aansluiting maken op het emplacement. En we maken de aansluiting van de brug op de sporen naar Nijmegen. Dan worden de bovenleiding gebouwd, de beveiliging wordt helemaal getest. En dan wordt het spoor in dienst gesteld. En dan maandagochtend om 5 uur dan gaan de eerste treinen rijden over de enkelsporige brug van Den Bosch naar Nijmegen. We hebben hier een 52-urige buitendienststelling met 1 spoor naar Utrecht beschikbaar en 1 spoor naar Nijmegen. Er zal dus minder treinverkeer zijn en ik adviseer reizigers om op de reisplanner te kijken wat de invloed is op hun reis. Het belang van deze enkelsporige brug is dat we nu 2 sporen naar Nijmegen en 2 sporen naar Utrecht hebben. Treinen kunnen onafhankelijk van elkaar rijden. Het spoor wordt daardoor robuuster en we kunnen meer treinen per uur afhandelen op het emplacement Den Bosch. Het is een hele mijlpaal, want wij sluiten hiermee zeg maar, het noordelijk deel van het emplacement Den Bosch af. En we gaan ons daarna concentreren op het zuidelijk deel, waarvan we in april nog een hele grote 18-daagse buitendienststelling hebben.